Goedendag, ik kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we dat de meeste wolken boven het noorden van de Noordzee hangen en niet boven Nederland, maar dicht bij de grond zijn er nog wel wolkenvelden, dus we hebben vandaag een mix van wolken en zon. Vroeg in de ochtend kan het nog wat nevelig zijn, dat trekt snel op. In het uiterste noordoosten kan een buitje vallen, de rest van het land is het vanochtend droog en ook vanmiddag geldt dat vooral langs de Waddeneilanden en in het noordoosten heel misschien een buitje valt. Temperaturen lopen op naar 19 à 21 graden. Wind komt uit zuidwest tot west. Vanavond valt er misschien een bui in het zuidwesten, maar ook dat is een zeer plaatselijke. De meeste regio's blijft het gewoon droog. Temperaturen halverwege de avond: 17 graden. Ook morgen, een grotendeels droge dag. Er zijn wolkenvelden, maar de zon schijnt ook van tijd tot tijd. Bij 19 tot 21 graden blijft het zacht voor de tijd van het jaar. Misschien dat morgen tegen de avond in het noordwesten een bui valt. Donderdag. Is er een kleine kans op een bui juist langs de oostelijke grens? Verder donderdag opnieuw van tijd tot tijd zon en enkele wolkenvelden. Vrijdag ziet er een stuk zonniger uit, dan blijft het ook overal droog en loopt de temperatuur op naar 21 of 22 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.